Ilke en ik ben 11 jaar oud. Mijn vraag aan Willem Wever is, waarom heb ik soms het gevoel dat ik iets eerder heb meegemaakt? Dat is een goede vraag, Silke. Je kent het vast wel, dat je iets meemaakt en in één keer denkt, maar dit heb ik toch al eens een keertje meegemaakt? We noemen dat een déjà vu en dat betekent letterlijk alles eerder gezien. Nou, de wetenschappers zijn het er niet helemaal over eens, maar waarschijnlijk heeft het te maken met hoe je iets opslaat in je hoofd. Kijk, iedereen heeft herinneringen. Hier, die keer dat ik bruidsmeisje was, toen ging mijn tante trouwen. En mijn neefje was dan ook bruidsjongen. Nou, dat soort herinneringen, die worden dus allemaal opgeslagen in je brein. Schattig. Een herinnering die bestaat uit tientallen losse stukjes die zo verspreid door je brein liggen. Eigenlijk als een soort kralen. Nou, en een herinnering die wordt niet gevormd door de losse kralen, maar door de draad die ze verbindt. Hoe vaker je zo'n herinnering oproept, hoe sterker die draad wordt en hoe makkelijker je ook zo'n herinnering weer kan terughalen. Nou, en al die informatie die slaan we op in ons geheugen. We hebben verschillende soorten geheugen, zoals bijvoorbeeld het korte termijn geheugen. In dat korte termijn geheugen, daar worden beelden en woorden en getallen maar kort opgeslagen. Dus zo 10, 20 seconden. Als een waarneming belangrijk genoeg is om te onthouden, bijvoorbeeld als je aan het leren bent op school of die leuke vakantie, dan gaat die overgebracht worden naar een ander deel van de hersenen, de hippocampus. Zit ongeveer hier. En vanuit de hippocampus wordt die waarneming, die herinnering, klaargestoomd voor je lange termijn geheugen. Als nou de informatie uit dat korte termijn geheugen niet naar het lange termijn geheugen gaat, dan gaat het verloren. En dat is eigenlijk helemaal niet zo erg, want je kan echt niet alles onthouden. Dan word je helemaal gek. En dan komen we op jouw vraag. Een déjà vu is dus het gevoel alsof je al eens een keer iets hebt gezien of meegemaakt, terwijl het dus een nieuwe beleving is, maar het voelt bekend. Het is eigenlijk net als met het maken van een foto. Prachtig. Ik maak een foto, ik ben me nu bewust van het moment en het beeld wordt opgeslagen in mijn hersenen. Nou, met een déjà vu gaat er iets anders gebeuren. Er ontstaat dan een soort kortsluiting. Het beeld, je waarneming, dat wordt eerst opgeslagen voordat je je bewust wordt van wat je ziet. Zo lijkt het dus alsof je het al eens een keertje hebt meegemaakt. Maar in feite is het gewoon een soort schijnherinnering. Je houdt als het ware jezelf een beetje voor de gek. Jongens, wat denken jullie ervan? Niks meer aan doen. Helemaal af. Willem Wever heeft een super vette nieuwe website. En dan kan je de Willem Wever Challenge spelen. En je kunt je vrienden dus uitdagen. Ik heb een 7. En Joët, ben je er klaar voor? Ben er zeker klaar voor. Ik stuur hem nu naar je op. Ja, wil jij de Willem Wever Challenge nou ook spelen? Ga naar onze nieuwe website willemwever.nl en daag je vrienden uit. Wat heb je? 8 punten. Ik heb gewonnen. Balen. Die ga jij uitdagen.